Hoi, leuk dat je kijkt naar de tweede serie van de videopodcast God in het Midden. Iedere woensdag om 12 uur middags live op Facebook vanuit de Westenkerk. Een kort bemoedigend woord midden in de week. Later op de dag natuurlijk ook terug te kijken via Facebook of YouTube. Deze videopodcast heet God in het Midden. Want we willen dat in deze crisistijd niet het coronavirus in het middelpunt staat, maar we willen God vinden, ook midden in de crisis. In deze elfde aflevering van de tweede serie wil ik het met jullie hebben over vriendelijkheid. Want vriendelijkheid is soms ver te zoeken in deze crisis. Ja, vorig jaar maart, toen we die eerste lockdown ingingen, toen was er veel vriendelijkheid, er was veel solidariteit. We hadden het gevoel dat we samen tegen het virus vochten. Maar sinds de tweede golf die ongeveer in september begon, is die eensgezindheid ver te zoeken. De meningen drijven soms zo ver uiteen dat we beginnen te schreeuwen in de hoop dat de ander ons nog verstaat. Maar daar wordt het allemaal niet beter van, want dat schreeuwen dat wekt ook weer van alles op. We krijgen met elkaar een kort lontje. En naarmate de coronacrisis langer duurt, kunnen we minder van elkaar hebben. Vooral als ik kijk op de social media, dan zie ik dat heel veel mensen nogal heftig reageren op wat andere mensen zeggen. En soms reageren zelfs mensen zo heftig die ik ook ken. En ja, dat doet me ook wel verdriet. Het is heel makkelijk om als Christenen ook onder het mom van ons geloof hè, de andere zeven flink de waarheid te zeggen. Dat kun je zelfs doen met een beroep op de profeten uit het Oude Testament. Hoe, hoe hard hebben die wel niet de mensen gewaarschuwd met het geheven vingertje? Of misschien ben je wel zo vol van al die dreiging en verschrikking van openbaring vlak voor de wederkomst van Jezus, dat je andere mensen daarvoor wil waarschuwen. Maar dan lees ik in Filipensen 4, vers 5 toch heel duidelijk dit: Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Dat is hoe Paulus het zegt met het woord vriendelijkheid. Dat is natuurlijk iets wat vaker in het Nieuwe Testament komt, voorkomt. Bijvoorbeeld Johannes ook schrijft daarover in zijn evangelie en in de brieven alleen, gebruikt dan vaak het woord liefde. En laten de leerlingen van Jezus te herkennen zijn aan hun, aan hun houding van liefde. Dat is zoals Johannes het zou zeggen. Maar het gaat natuurlijk over hetzelfde: vriendelijkheid in de vorm van liefde, liefde in de vorm van vriendelijkheid. En we kunnen ons allemaal wel voorstellen, toch? Hoe de wereld eruit zou zien. Als er meer vriendelijkheid zou zijn. Als we vriendelijker voor elkaar zouden zijn. Dan was het niet zo dringen in de gangpaden van de supermarkt. Want dan gaven we de ander wat meer de ruimte. Dan, dan zouden we op social media elkaar niet afkammen. Maar zouden we alleen reageren als we iets opbouwends te zeggen hadden. Op de aflevering van God in het Midden van vorige week over het vaccin. kreeg ik een paar hele, hele boze reacties. En het viel me op dat die juist van mensen kwamen die de eindtijd heel belangrijk vonden. Kijk, iedereen mag een mening hebben. Je hoeft het niet per se met me eens te zijn. Wat je denkt moet je zelf weten. Daar ga ik niet over. Maar het verbaasde me wel, de felle toon in die reacties. En dat vind ik dan toch raar. En dan komt weer die vraag boven. Ja, maar als Jezus' komst zo dichtbij is, dan moeten we toch waarschuwen, dan willen we toch niet dat er mensen verloren gaan... Ja, oké, okay, maar toch nee. Dan nog is de toon waarmee je het gesprek aangaat met andere mensen altijd de toon van de vriendelijkheid. Want in Filippenzen 4, vers 5 staat niet alleen: laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen, maar er staat direct achteraan: de Heer is nabij. Nu is niet helemaal duidelijk wat Paulus daar nou precies mee bedoelt. Met de Heer is nabij. Het kan eigenlijk twee dingen betekenen. Het kan betekenen de, Heer, de wederkomst van de Heer is heel nabij. Dus dat Jezus terugkomt, die dag komt steeds sneller dichterbij. Jezus is er bijna. De wederkomst is er bijna. Of het kan betekenen de Heer is nabij. Jezus is nu ook, hier en nu, dicht bij ons. Hij is niet ver weg, hij is nu dicht bij ons door de krachtige werking van zijn Heilige Geest. Kan dus twee dingen betekenen, maar meestal als dingen, meerdere dingen kunnen betekenen, dan hoef je eigenlijk niet eens te kiezen. Als deze tekst betekent dat Jezus komst, Jezus wederkomst dichtbij is, dan nog geldt de oproep dus om vriendelijk te zijn. Hè? Laten alle mensen u kennen als vriendelijke mensen. Niet waarschuwend, hoe ernstig je de wederkomst misschien ook vindt, met geheven vingertje en boos als mensen anderen iets zeggen en teleurgesteld als dominees andere dingen leren. Maar vriendelijk. Want tenslotte vang je met stroop ook meer vliegen dan met azijn. En ook als het betekent. Jezus is dichtbij hier en nu door de werking van de Heilige Geest. Dan ook, ja, dan, dan juist ook geldt de oproep om vriendelijk te zijn. Vriendelijkheid is immers ook de vrucht van de Heilige Geest. Het is geen karaktertrek, maar het is de vrucht van de Heilige Geest. En ik realiseerde me toen ik hier nog eens over nadacht. Zouden die mensen die nou zo verschrikkelijk de nadruk leggen op de wederkomst van Jezus, zouden die soms geloven dat Jezus er nu niet is? Zo van Jezus' eerste komst op aarde, nou dat is helder, hè, toen stierf hij aan het kruis en stond hij op. Toen ging hij naar de hemel en nu zitten we zonder Jezus. En nou wachten we totdat hij eindelijk weer terugkomt. Zou dat voor deze mensen betekenen dat we nu op eigen houtje moeten waken voor de waarheid? Dat het op onze schouders ligt om alle mensen te, te waarschuwen voor alle gevaren. En dat, dat we ons af moeten keren als mensen niet willen luisteren. Nou, volgens mij vergeet je dan dat Jezus er nu ook al is. Hij is er. Hij is bij ons. Ik zal met u zijn alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Hij is bij ons op de wijze van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, die doet zijn werk in deze wereld wel, die overtuigt. Hij doordringt mensen wel van de ernst van de situatie en van de waarheid. Onze taak is alleen maar vriendelijk zijn. Zoals ook Jezus een open oog en een luisterend oor had voor de mensen om hem heen. Hoe doe je dat nou? Vriendelijk zijn. Nou, mijn ervaring is dat je dat doet door ruimte te maken. Door jezelf niet zo belangrijk te vinden. Je zet jezelf opzij, je eigen emoties, ook je eigen frustratie, ook je eigen woede, ook je eigen verdriet, ook je eigen onbegrip, ook je eigen angst. Je zet het opzij om ruimte te maken voor een ander. Zoals je ook met je boodschappenkarretje opzij gaat, zodat een ander bij de producten in dat schap terecht kan. En als je een stap opzij doet, als je jezelf iets minder belangrijk vindt, als je je eigen woede en angst en verontwaardiging. Wat relativeer, ja, dan komt er als vanzelf ook ruimte in jezelf om je in de ander in te leven. Hé, hey, ik hoor wat de ander zegt, ik ben het er niet mee eens, het roept van alles op. Maar misschien kan ik vragen: hé, hey, waarom zeg je dat zo? Of waarom doe je zo? Hé, hey, wat, wat, wat beweegt jou? Wat, wat geloof jij er eigenlijk van? Als we zo met elkaar om zouden gaan, met een open oog en een luisterend oor, zouden social media er dan ook niet heel erg anders uitzien. En zouden we dat dan ook niet merken in de maatschappij, in de samenleving om ons heen? Het zou ons ook veel opener naar elkaar toe maken, veel, veel liefdevoller ook. En daardoor zouden we ook wel eens veel opener kunnen worden voor wat God nu eigenlijk tegen ons zegt. Dus blijf ik het zeggen. Blijf in verbinding met God en met elkaar. Bedankt weer voor het kijken en graag tot volgende week.